Hallo allemaal, salam alaikum. Welkom terug bij mijn nieuwe video. Ik ga vandaag een marmita maken in de braadpan. Onder in de video ga ik jullie laten zien waar ik de braadpan vandaan heb. Dit recept is echt een aanrader en super lekker. Ik heb eerst een hele kip in stukken gesneden en ontveld. Je hoeft de kip niet per se te ontvellen, maar bij dit recept heb ik dat wel gedaan. En daarna heb ik de kip heel goed schoongemaakt en uit laten lekken. En dan heb ik de braadpan klaargemaakt zoals op de verpakking stond, omdat ik vandaag de eerste keer deze braadpan ga gebruiken. En dan doe ik er een scheut zonnebloemolie in de braadpan en dan doe ik de stukken kip erin. Dan heb ik het op middelmatig vuur aangezet en dan ga ik alvast de ui snijden en de paar takjes koriander. Ik heb hier één grote ui gebruikt. Ik vind ui best wel lekker in de marmita en vooral met kip. En dan doe ik de ui en de koriander bij de kip. Dan doe ik er nog één afgestreken eetlepel zout erbij. En dan ga ik dit goed omroeren. Dan doe ik de deksel op de pan en laat ik dit ongeveer 5 minuten smoren. En dan ga ik ondertussen één tomaat in stukken snijden en dat doe ik er dan ook bij. Dan doe ik er een kwart eetlepel peper erbij, 1 afgestreken eetlepel gember, 1 afgestreken eetlepel kurkuma, 1 afgestreken eetlepel paprika poeder, halve eetlepel komijn en 1 afgestreken eetlepel gedroogde peterselie. Ik doe bij de kip komijn, ik vind dat een heel lekker smaakje hebben. De meesten doen komijn alleen maar bij vlees, maar ik vind het ook lekker bij de kip. Dus niet alleen maar bij lamsvlees of bij kalfsvlees, ook bij de kip. Als dit ongeveer 20 minuten heeft gekookt, heb ik er 120 ml water erbij gedaan. Hier heb ik nog geen water erbij gedaan. In de braadpan neemt het niet zoveel vocht op. Dus oppassen met hoeveel water je erbij doet. Ik heb dan vandaag bij de kip alleen maar stukjes aardappels en okra erbij gedaan. Gebruik bij de marmita kruimige aardappelen, dat is het lekkerst met marmita. De aardappels heb ik door 4 gesneden, zodat het snel gaar wordt. En okra, dat is ook eigenlijk best wel snel klaar, dat doe ik er bovenop. Dan laat ik dit nog ongeveer 5 minuten doorkoken en dan is het klaar. Het was echt super lekker en zoals ik al zei, in de braadpan neemt het niet zoveel vocht op. Dat is een beetje een tagine effect. Het was super lekker en ik hoop dat jullie dit ook gaan maken. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal en tot de volgende keer inshallah. Doei!